We gaan hem even opladen. Even opladen. Wat vinden jullie ervan hier? Ja, deze zijn zo hard. Zo lang geleden. Holy shit. Hey, ik start nu gelijk mijn vlog. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben heel blij, want dit is mijn beste maatje. Dus ik weet het zo, ja. Woehoe! Goeie kleuren hebben we aan, gast. Ja, leuk hè? Die van mij is iets... Ja, maar eigenlijk zijn we totaal fout nu. Hoezo? Vloeken? Ja, vloeken. Nee, wij vloeken niet. Doen we niet. Nooit. Nee. Wij vloeken niet. Kijk, ik heb ook mooie sokken erbij. Nee, met een McDonald's heb je sokken gekocht, of niet? Oh, ik ben zo blij dat Quinn er is. Ik heb van de week afgesproken dat we vandaag zouden chillen. En ik heb de hele week gewoon uitgekeken. Ja, gast, ik ook. Wow, huh? Je hebt nog helemaal niet gezien natuurlijk. Wat is jouw haar wit? Ja. Wit geverfd? Ja. Ja? Ja. Ziek, hè? Je lijkt wel een albino. Wow, hè? Is vet, hè? Ja, het is wel... Maar het is wel vet, ja. Ja, wel vet. Nee, het staat hier eens goed. Ik moest twee keer kijken. Je lijkt er veel ouder door. Het ziet er gek uit, hoor. Ja. Nee, het hoort zo, hoor. Ik heb er zo speciaal voor gekozen. Ja, ik vind het al staan. Oh, Bobo hoort je ook. Oh, ik vind het zo leuk dat Quinn er is. Maar het stormt vandaag. Hoe heet die storm die er vandaag is? Storm Barend of zo? Oh, ik heb niet opgelet. Hier, moet je kijken hoe het waait en hoe het regent. Ik heb windruisreductie op mijn camera zitten, dus waarschijnlijk hoor je de wind niet. Maar het waait heel hard en het regent heel hard. Het is echt verschrikkelijk. Nederlandse december. Oké, Quinn gaat even de party lieven. Want we gaan Bobo gek maken. Ja, dan moet je goed erachter staan. Ja, en nu wel piepende hondengeluiden maken. Bobo! Oh, daar komt ze onder de tafel met een noodgang. Volgens mij is de bal leuk. Bobo! Bobo! Waar de fuck hangt die uit? Ja, Bobo, wat is dat? Bobo! Bobo! Bobo, help! Bobo! Ze wordt echt lijp, gast. Bobo is een hondje. Hey. Zo! Ja, Quinn zegt net. Weet je wat ik echt leuk vind? Dat doe jij ook soms, hè? Verstoppen voor je hond. Ja, nou, doe dan even. Vandaag gaat ook een klein beetje in het teken staan van schoenen. Iemand komt ook zo meteen superlijpe schoenen brengen bij mijn eigen huis. Dus daar gaan we even heen. Maar kijk, Quinn heeft de nieuwe Yeezys. Jongens, ik begin gewoon te geven om kleding en zo voor het eerst in mijn leven. Ik heb nu een paar keer voor een swipe op Yeezys gehad. En ik begin schoenen gewoon een beetje leuk te vinden. Heel raar. Maar het gebeurt eindelijk. Yes, het is eindelijk zover. Ik ga iets geven voor mijn uiterlijk straks nog ook. Dat zou helemaal erg zijn. ik vind het wel leuk. Kijk, nu even tussen die nieuwe Yeezys. Bobo, ik weet dat je blij bent, maar ik kan heel even van de kant. Moet even kijken of het laten zien. Hè? Ja? Ja. Kijk. Bobo. Ja, ik snap het. Kijk. Dit zijn de nieuwe Yeezys. Het zijn een soort alien Yeezys. Ik weet niet of ik ze per se heel gaaf moet vinden. Maar wat ik wel heel gaaf vind... Kom, we gaan even naar de wc. Oké, Quinn, loop de wc in. Dan gaan we samen lekker naar de wc. Doe ik de deur dicht. Oh, iemand heeft net zitten scheiden volgens mij. Kijk! Ah, oh, wat gek. Holy shit! Ja, deel eens omhoog. Nu zijn ze wel echt dik. Wow, ja, dat is wel echt heel sick. Dat is echt sick. Ja, dat vind ik ook echt heel vet. Doe het. We gaan hem even opladen. Kijk, hoe ziek is dat? Hey. Ja man, we hebben een special guest over de vloer. Die badjas weg, ja. Even die badjas weg. Nou, doe maar. Dat is nog niet heel plezant voor de kijkers. Doe die badjas weg, zegt ze. Nou, als ze dat doet, dan daar worden jullie ook niet blij van. Hé, hey, wagen even weg, joejoe. Oeh! Quinn heeft een idee bedacht voor zijn content. En daar ben ik echt jaloers op. Echt zo'n idee dat je denkt, had ik die maar bedacht. Ik ga het jullie laten zien. Hij heeft zijn auto wit laten rappen, mat wit. En dan geeft hij al zijn vrienden en familie een marker. En die mogen wat schrijven op zijn waaien. En dat is toch een vet idee. Ik weet niet wie dit trouwens getekend heeft, maar holy moly, dat is goed gedaan. En ik mag ook wat gaan tekenen zo. Maar dat is toch een goed idee? Echt jaloers op gang. Quinn, hoe kom jij op dat idee van dat rappen en tekenen eigenlijk? Nou, wat ik ooit had gezien, dat was wel op een hele andere manier, was dat er mensen een auto lieten rappen en dan iets heel vets lieten tekenen door andere iemand. Oh, gewoon art soort van. Ja, maar ik dacht, mijn vrienden kunnen vast ook leuke art maken. Ik kan heel goed piemels tekenen. Daarom. Ah. En hoe vet is het als je nou met een auto rijdt met een dikke piemel van Don erop?
bal. Overtrekken. Hey. Leg je hem op de motorkap, ga je hem over. Die is goed, hé. Ik heb trouwens een 3D-tekening gekregen van mijn wc. Kijk, dit is hoe die eruit ziet. Laat ik even snel zo aan jullie zien. En dan laat ik nu de tekening zien. Het is op zich een beetje fout, want het heeft goud. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Er mist wel verlichting. LED-strips achter de stenen. Wacht, dan moet je het gewoon zien. Oké, kijk, dit is mijn slaapkamer. Zijn jullie er ready voor de wc? Wat vinden jullie ervan? Hier achter komt indirecte verlichting, heet dat. En hierboven, dit is één grote tegel. Dit ook van Neolith. Dat is heel sterk, hufterproof materiaal. Naar achter, achter die tegels komt LED-verlichting. Dus er komt het soort achteren vandaan. Snap je wat jullie, jullie weten wat ik bedoel? Gouden mozaïek, veel zwart, veel grijs. En met die indirecte verlichting is het toch eigenlijk net of je een club inloopt. Een soort club-wc, is toch ziek? Hier, urinoir in de hoek. Wat vinden jullie ervan? Dope or nope? Quinn, wat vind jij ervan? Dope or nope? Ik vind het wel een dope. Het is wel gek, maar ik ben echt benieuwd als het af is. Want ik denk wel dat het gewoon... Het is een beetje club-vibe. Het is, ja. Maar dat past ook wel bij jou en hoe jij bent. Past bij de vriendengroep en al dat gezap. Kijk eens even. Yo! Kijk eens even, alles goed? Ja, lekker man. Moet je kijken wat hij heeft? Kijk dan, hij heeft die lichtgevende dingen heeft hij. Oh ja, die ken ik. Die zijn dik, hè? Ja. Ja, je hebt ook Yeezy Squad hier. Je hebt er wat mooie meegenomen, hè? Ja toch? Ja, zebra's toch? Ja, is goed, laat eens kijken. Hé, trouwens, ik had de 44, die hadden we hier niet. Alleen we hebben 44, 43 en 44 1 derde. Ja? En deze vallen weer net iets anders dan die, dus je past er sowieso in. Oké, kom goed. Ja, dit is 44. Ik had gevraagd of 44, dat komt goed toch? Nou. Dit zijn die zebra's, kijk dan. Oh, wat gaan die snel vies worden? Nee, gewoon. Zo, die zijn lijken. Ja, deze zijn zo hard. Ik vind deze echt vet. Ze zijn warm. Hij heeft ze gewoon voorgedragen, zodat ze warm zijn. Maar deze ga ik alleen dragen bij normale gelegenheden, want anders worden ze echt snel vies. Ze gaan ze weer kapot. Wat is dit? Ga ik die passen? Dit is. Dit is 43, 1 derde. Oké, deze is wel achter. Ja, deze is wel kleiner. Dennis de Diesel pas. Ja, ik vind deze ook echt vet. Die van mij zijn ook helemaal vies. Dit is top, ja. Deze pas ik echt als gegoten. Kunnen we gewoon twee verschillende dragen, hè? Ja, zwarte, grijze en... Waarom niet, hè? Nee, dat is niet uit. Dit is top. Swipe op naar Kiko Kicks. Hier jongens, swipe op naar Kiko Kicks. Al zoek je Yeezy's. Dan ben je op het juiste adres. Dankjewel, maat. Ik ga ze weer dragen. Swipe op! Kans 1 op 100. Kans 1 op 100, al heb jij het goed, mag jij ze hebben. We hebben dezelfde maat, toch? Ja, dat is goed, oké. Ben je van? Oké. Ik vind ze best mooi. 3, 2, 1, 12. 69, natuurlijk vies peuk. Ja, ik dacht dat jij dat zou zeggen, daarom dacht ik, ja, ik word meer dit. Ik zeg dat hij weet dat ik dat ga zeggen, natuurlijk. Had ik ze bijna gewoon gewonnen, hè? Ja, bijna zebra's gewonnen. Volgende week komen ze met antilopes en ze gaan de hele safari gebeuren gaan ze uitbrengen. Volgende week de nelpaard Yeezy. Gemaakt voor mensen met overgewicht. De toekan Yeezy's komen er ook aan. En dat is voor mensen met grote neuzen. Dus Yeezy, Adidas, swipe met hem. Wat slecht. Jouw ja, groot... Het heet ook echt zebra Yeezy's. Ja. Iedereen noemt de zebra Yeezy's. Ze heet ook gewoon zebra's. Echt, de echte benaming van Adidas is zebra's. Zebra's. Weet je wat met jouw neus is? Hij valt dus niet op dat hij groot is, maar pas als je op gaat letten is hij echt groot. Dat is ook met mijn lul zo. Oh, wat een slechter ben je ook. Moet ik bewijzen? Nee. Doe je ogen dicht en leg je handen op. Ik heb een verrassing, ogen dicht, handen op. Houston, we have a problem. Jongens, de bus is gesneuveld. We willen naar Shahid toe. Die belde ons net. En kijk dit. Oké, let op, hè. Misschien zien we het dan een beetje aan dat lichtje daarboven hoe zwak die is. Ik ga hem starten. Voor de zekerheid koppeling en remmen. Dood. Helemaal dood. En dan stinkt het bus ook nog helemaal naar rotte vissen. Omdat er twee dode vissen achter in de ballenbak liggen te rotten. Omdat Shahid dat weer had gedaan. We gaan zo meteen wel lekker naar Shahid toe. We gaan de auto aan de praat proberen te krijgen. We gaan bij Shahid chillen en sushi eten. Die verveelde zich en die appte ons. Jongens, wat doen jullie? Quinn en ik nou gewoon chillen. Hij zegt, nou kom dan bij mij chillen. Dus dat is gezellige shit. Quinn, ruik eens in die bus. Doe hem eens open. Ah, hij ging al ruiken. Ga eens ruiken erin. Oh, gast, wat is dat? Twee dode vissen die ze erin heeft gelegd.
Nasty, ouwe. Ik heb niet mijn koplamp aan laten staan. Ik heb geen andere lampjes aan laten staan. De contact stond er gewoon af. En toch is hij zo morsdood. Dus we gaan nu met startkabels gaan we aan de praat proberen te krijgen. Geen idee waarom die leeg is. Misschien is mijn dynamo stuk of zo. Ik zou het niet weten. Kijk eens even. Redder in nood, hoor. Kijk eens. Met de startkabels. Dat is handel, papa. Dat is handel. Hij is ook echt mijn papa. Oh, mijn koplamp kapot. Oké, we hebben hier een plusje en een minnetje. Kijk, ik heb geen idee hoe dit werkt, maar mijn pa is er ervaren mee. Die heeft het laatst nog gedaan bij een collega zwaai. En dan, maar waar moet de min en de plus op dan? Ja, kijk, hier moet de min op. Of de plus op, de rood. De rood moet op de plus. Oké. En dan gaan we nu de min regelen. Oh, heb je er nog één nodig? Oh ja, je hebt die zwarte, ja. Oh ja, rood moet op de plus. Een zwart moet op de minpunten, toch? Net als bij een batterij, bij een normaal batterijtje. Gewoon een batterijtje voor in een zaklamp bijvoorbeeld ofzo. Die maar op de plug hem erop, Quinn. Oeh. Als mijn accu leeg is, dan ga ik zo wegrijden. Is mijn accu kapot, ben ik de lul. Is mijn dynamo kapot, dan ben ik ook de lul. Ik ga hem aandoen, ja? Ja, en dan, moet ik niks doen. Zal ik even starten, dan kan jij blijven filmen. Ja, maar ik snap ook, ik heb ook geen idee hoe het werkt. Dus mijn pa gaat hem denk ik nu ook starten. That's it, denk ik gewoon. Zit hij hoor. Even kijken. Helemaal niks gebeurt er. Maar hij heeft genoeg stroom nou, maar er gebeurt gewoon niks. Je hoort alleen de startmotor. Hij geeft wel heel veel gas, of niet? Hoor dan. Weet iemand in de comments wat het probleem is? Laat het weten. Bij voorbaat, dank. Ja, ja. Ik hoor hem gestart. Hij is gestart. Kijk, er komt damp uit. Ja. Hé, hey, hij is aan. Stop maar, hij is aan. Hij is aan. Oh. Ik zweer het je. Ja. Kom maar snel uit die visbak. Hé, hey, hij is aan. Ik dacht ik ga niet weg. Staat hij nog steeds aan nu? Ja, hij staat aan. Hoor dan. Je hoort die diesel toch? Je mag hem alleen niet af laten slaan, hè? Nee, kom goed. Even wachten. Moment van de waarheid, het loskoppelen. Als je hem loshaalt, is dat uit pol voor pol. Dus eerst die. Pol voor pol? Ja, dus draad voor draad. Draad voor draad. Ja, staat de rode draad in je verhaal? Dus je kan niet eerst, je kan niet zwart-rood doen, zwart-rood. Nou, je moet rood-rood, zwart-zwart. Ja, zwart-zwart, rood-rood, want anders loop je, als je iets raakt, dan krijg je kortsluiting. Dus je moet het altijd op die manier doen. En dan blijf lopen, hè? En anders raak je de draad kwijt. Nou, ik krijg de Quinn aan. Ik moet nog straks tekenen bij jou, hè? Ja, gaan we doen. Gaan we doen bij Sheet, denk ik. En dan rijden we lekker naar Sheet toe. En dan gaan we lekker eten daar, lekker chillen. Quanus! Heb je een open gesperde anus? Nice, bro. Als je kibbeling vermenigvuldigt met een kloek blik, wat krijg je? Jouw achterbak. Je moedervriend. Nou, dan heb je altijd bij de voordeur de kinderen die me gaan laten schrikken. Waar staan ze? Hallo! Oh, ik schrok alsnog. Waaah! Wow, ik schrok! Hey skelet, alles goed? Oh, bijna niet jond. Oh. Hi! Hi! Hey! Hey, zo, het eten zit gelijk paraat. De sushi is warm. Het vlees is koud. Oh, wat lekker. We trekken in gelijk. Ik had zoveel trek, gast. Hier, kijk. Kijk, Luciano, kijk. Zo. Kijk, en nu moet je zo lang mogelijk in de zak blijven, ja? Ja, dat is de challenge. En dan rustig blijven voor papa en mama. Maar zijn zieke staren. Hij blijft echt zitten, kijk. Ja, maar zijn zieke staren, blijft gewoon zitten. Was die? Een zieke nou? Staren heeft. Ja, nou, hij staart nu naar een stukje. Ik zeg haar benje weg. Waar ben je? Waar was je nou? Ik is daar. Ik is daar. Mooi doen. Ja, je hebt zo. Hey, stinkt het in je bus? Mag niet! Motherfucker, ja. Vind je de challenge voor jou? Ik krijg 50 euro als jij allebei die twee vissen eruit haalt. 100 euro! 60 euro. 100 euro. Nee, 60 euro. 100 euro. 65 euro als 100 je allebei vindt, laatste aanbieding. Nu al onderhandelen, hè? U wilt de Violetta. Yes, wat doe je? Ik, 70 euro. 65 euro. Hey Gio. Hi. Ga je even die vissen eruit halen? Zometeen na het zwemmen. Oké, we gaan zwemmen en daarna moet jij ze allebei compleet... Want ik weet niet, heb je ze door de helft gedaan of wat zijn... Allebei in het hoekje. Weet je nog wel, Koek? Ja. Maar gewoon, ze zijn nog wel heel. Aan de voorkant. Heeft ze niet die stukjes door de ding? Nee. Okay. Misschien ondertussen ligt ze wel een stukje. Dat zou kunnen. Maar als jij ze er helemaal uit krijgt, dan krijg je van mij 65 euro. Oké.
Kijk, deze druppel krijg jij ook. Swipe op. Ik snap helemaal niks van die wc daar. Het is veel te high tech. Ja, serieus. Ja, ik snap het eerst ook niet. Nee, ik durf niet meer naar wat je moet doen. Wacht, kom eens. Kijk, als je aankomt lopen, gaat hij aan. Kijk, als het goed is, hij wordt nu aan te gaan. Ja, dan gaat hij. Kijk, als je wilt doortrekken, dan loop je weg. Dan gaat hij automatisch. Of je haalt je hand erlangs. Snap je? Dat is heel hygiënisch. Je hoeft hem niet aan te raken. Je swipet hem gewoon erlangs. Swipe. Hoor je hem schijten? Je bent allebei zo erg. Oké, Shade heeft een paar briefjes op tafel liggen hier. Dit is iets van... Hoeveel euro is dit? Oké. Gast, ja, regen is niet mijn best. Ik had het al lang en jij zat nog steeds. Ja. Nou, dit is dus 105 euro. grapje. Dat was voor de grap, even dat je het snapt. Ja, oké, je snapt het. Oké, dus 80 euro. Nee. Dit is 90 euro. We gaan nu zwemmen en doe ik net even mijn omkleed. En dan valt al mijn geld uit mijn zak. Kijken of die vraagtekens krijgt. Ja. Ja, dat... Ik heb sowieso nooit cash, dus hij gaat denken... Huh? Heb jij mijn zwembroek meegenomen? Nee, je had een blauwe gepakt bij mij thuis. Super heb ik vergeten. Echt? Maar misschien ja, hier nog geen weg. Chula! Chula! Wat? Wat is er? Kijk, hier. Hè? Oh, je hebt een kleine zwembroek, ja. Nee, kijk, hier het tientje. Ik pak je met mijn hand. Oh, je tientje met je tenen. Kijk, oh. Mis je niet wat geld? Is dat voor mij? Ja, hou je niet door. Waar lag dat dan? We gingen jou testen, want er zit nog meer in als het goed is. Het lag op de haarrecht. Geef niks om geld, nee, dat weten we. Dat was iets van 80, 90 euro was het. Ja, waarvan? En ik ging jou testen om te kijken of je vraagtekens had, alsof ik geld zou stelen van jou. Oh nee. Je denkt dus gewoon helemaal niks van mij, je vertrouwt me. Ja. Goed zo. Okay. Veel te kleine zwemmer. Doei! Wat veel te kleine zwemmer? Ik kijk dan even. Zoals zeg, waarom heb jij je onderbroek minstens buiten? Je minstens buiten. Toen ik dat geld liet vallen, kreeg je nul vraagtekens. Nee? Je weet dat ik nooit cash heb. Nooit. Oh. Altijd bij tankstation, overal, als je iets aan mij vraagt. Maar misschien... Ik heb ook eigenlijk nooit cash, dus dat is voor Samantha van de moeder gekregen dan. Nou, niet wacht. Nee, je verwacht het gewoon niet, denk ik. No. Shahid pest de test, you know, hij pest de test. Had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat hij een beetje zou kijken, maar hij had er gewoon letterlijk nul. Nul gedacht bij. Hey, Virginia, alles goed? Jongens, ik kan nooit vloggen bij Shahid, want mijn leven slaat altijd als we hier gaan zwemmen. En hoe lang ik hem hier ook laat liggen, en hoe vaak ik ook wegswipe, het beslaat weer. Kijk. Hoe moet dat nou? Wat denk jij, vriend? Wat denk jij dan? Moet de kietel dood? Moet de kietel dood? Hier erin. Wat zo? Je schrok echt heel hard. Ja. Jezus, man. Genoeg gezwommen in dat benauwde hok. Shahid gaat even wat leuks tekenen op de auto. En ik ook. Ja, maar ik kan niet zo goed tekenen. Piemel op schaal, hebben we afgesproken, Shahid. Ja. Kijk, ik heb deze allemaal. Eentje heeft alleen geen dop meer. Dus ik weet niet of hij het nog doet. Shit, heb ook geen dop meer. Die is besneden. Ik heb wel een dopje. Ik heb Duitse helm. Wat ga je tekenen dan? Ik wil echt weten wat Shit gaat tekenen. Ik weet hij gaat sowieso niet. Iets. Hij gaat sowieso zijn eigen logo of tegel de po of iets. Dat gaat hij hoor. Nou, dat gaat hij inderdaad. Een kunstgebit, eigen... Of wat is het? Een kikker? Huh? Wat is dit? Hè? Wat is dit? Wat de hel? Ik weet het, ik weet het. Zo? Nee, van zo'n... Wat is dit? Ik weet het. Een ufo? Shit, wat is dit? Een peuk? Een jonko? Wat is dit? Oh, dat is van Tom en Jerry, toch? Ja. Ja, maar dat is van Tom en Jerry, volgens mij. Ja, dat lijkt hij, joh. Die kat. Wat is het? Regen! Mag je gewoon een emotie. Het is gewoon niks. Hij tekent gewoon.
Jouw handschrift, echt verschrikkelijk, gast. Ja, laat zien. Gast aan de kant. Oh mijn god. Gast, dus per voor... Dit is niet eens een F, dit is gewoon een euroteken. Ik weet dat je miljonair bent, maar je hoeft niet op te scheppen, hè. Wat doe... Hoe is dat Instagram logo zo? Jezus, je zit er de hele dag op, dat hoor je te weten, gast. Nou, het eindresultaat. Fantastisch. Pardon. Hey, leuk, man. Toch een waterstift. Nou, ik ga mag ik dat filmen? Ja, filmen. Nee, Virginio. Nu mag ik. Oh, ik ga iemand natekenen, hè? Oh, weinig. Ik kan niet best zijn. Ja, wat is er? Waarom begin je gelijk met schelden dan? Zal ik eerst een portret van mij maken? Oké, ik ga iemand natekenen. Virginio. Ik ga het natekenen beginnen, hè? Wacht, dat doe ik, papa. Ik weet niet of hij hem goed... Dat is mijn handschrift, gast. Hier, pak die dikke stift dan. Nee, die is wel te nat. Hé, pak die dikke sticker dan. Stift. Ja, maar het is te nat. Ja, je van je moeder ook. Jezus. Ik heb een nieuwe doek nodig. Oké, even kijken hoor. Even kijken. Huh? Wie doet hij? Ik teken niemand na. Is dat een gezicht? Oh, je tekent Virginio na! Oh, nee. Ik teken... Dat is papa. Wie teken ik na? Ja, papa! Je kromme neus. Een balzak als neus? Ah, balzak! Pilletje! Altijd lachen. Ik wist het, dit is papa! Een expresso. Zo vermoeid. Oh, dan kun je vandaag zo moe uitzien. En dan nog een klein lichaampje. Ja, dat is een wifi-teken. En dan heb jij op je voorhoofd. En dan nog een klein lichaampje. En jij hebt hier ook altijd een litteken zo. Ja. Een klein litteken. En nog een kruisje onder mijn neus. Ik bedoel, wie heb ik nagetekend? Jij hebt trouwens echt grote oren, maar dat valt niet op omdat je neusgeest staat. Ja, dat kijk allemaal naar mijn neus. Oh ja, en je hebt trouwens echt hele dikke lippen eigenlijk, hè? Is je dat was opgevallen? Ja, je moeder ook, vriend. Nou, ja, die neus staat ook scheef. Die staat echt naar links. Veilig. Ja, wat een top, hè. Je kunt waarschijnlijk winnen. Tada! Nou, fantastisch eindresultaat. Quinn, je bent een gevaar op de weg nu, hè? Ja. Nu gaat iedereen zeggen, het is performante. Je auto is nieuw vooruit gegaan vanavond. Wow, ik heb een dikke vlek in mijn beeld. Huh? Oh! Nou, verschrikkelijk. Dit is echt verschrikkelijk. Au! Oh, vol mijn aars. Hey Gio, ga je die vissen nog uit mijn bus halen? Ja, misschien. Ja. Oh, nou, let's go. Je krijgt van papa 65 euro als je niet doet. Sabotte, kun je dat herhalen? Jawel, kun je dat herhalen? Zo'n blinkertje of zo. Nee, wat je daarvoor zei. Ja, dat heel erg lijkt. Ja. Ze zegt, het lijkt ook echt op. Een sterretje. Hey, oh, stop man, ik lijkt er helemaal aan, joh. Helemaal wel, je lijkt er wel op gewoon. Ik weet niet. Het is ook hashtag kunstgebied. Hashtag kunstgebied, jongens. Allemaal op Instagram. Laat het viral gaan. Die geur van die vis is krankzinnig. Gast, moet je ruiken. Zo! Wow. Holy shit! Erg, hè? Oh. Ik heb net een uur hierheen gereden in die lucht. Ja, Gio heeft hem erin gegooid. En nu ga je hem nog betalen ook. Holy shit! Ja, maar zo ga je hem toch nooit vinden in het donker? Nee, er is een lampje achterin. Okay, ga je gang, maat. Moet je met schoenen? Mag met schoenen als je wil. Yes. Wij gaan buiten wachten, ja? Succes! Waar zit dat dichtknopje? Die zit op het plafond. Die kan je heel makkelijk vinden. Op het plafond. Het is droog, hoor. Schiet op. Ja, maar ik zie niks. Jij moet die lamp aanzetten. Moet die lamp daar eerst aandoen, daar, Gio. Holy shit. Hey Gio, ik dacht dat jij een sardientje, een visje erin had gegooid, toch? Dit is een beste vis. Dat dacht ik. Kijk wat jij hebt gelijk gevonden. Hij heeft tweeën ingegooid. Gast, dit is een grote vis. Die lamp is te sterk, maar... Shahid, hou je hand er eens bij ter vergelijking. Hou je hand er eens bij ter vergelijking. Ik ga niet kutten. Kijk dan hoe groot die vis is, gek. Zo geen sardientje, een visje. Het is gewoon een volk grote vis. Vind je het gek dat ze stinkt? Maar je hebt geluk, hij is nog niet helemaal uit elkaar, zie een week langer. Dat was echt helemaal uit elkaar, helemaal... aan het rotten. Ontbinding. Het is jammer dat het niet 30 graden is. Als 30 graden, Ja, hij is nu ingevroren elke nacht, hè? Ja, ja. December. Nou, laat die andere maar liggen dan. Nee. Hey Virginio, ik heb gehoord van papa dat als je hem in het zwembad gooit, dat hij weer gaat leven. Je moet niks tegen papa zeggen, hem er gewoon ingooien, ja? Is goed? Maar ik ben niet dom. Nummer 2 is gevonden. Oh. De eerste. Wow, die is nog groter. Doe je hand er eens maar één, hoor.
Kijk dan. Dom, de andere ligt in de put. Oh, jij hebt hem in de put getiefd? Kijk dan. Nou, Gio, je bankrekening geven en kom goed, maat. Dankjewel, ik ben zo blij mee. Dat was even gezellig. Nu is het tijd om te chillen bij Quinn thuis en gezellig te logeren. Er is alleen geen licht in Quinns kamer. Zoals terug, hij heeft een beamer op de lichtknop of op de lamp of op de stroom gemonteerd. Dat kwam er lekker uit. Kijk, dit is lekker hè? Mm-hmm. Hoe is het leven? Absoluut never. Heb je een boner? Nee man. Wat is dan die beeld? Waar? Waar ik niet op wil filmen. Nee, ik heb gewoon een grote piemel misschien. Oh, God bless you. Gaan we slapen? Ja, je was wel aan het knikkenbollen zeker, of niet? Ja, ik had er wel moeite mee, Arja. Oh, mag ik die iPhone 12 eens zien? Ik weet niet eens een iPhone 12. Oh, die vorm vind ik heel mooi. Vind ik heel mooi. Ja, ik ook, man. Moet je nu eens op mijn telefoon schijnen? Hoe die eruit ziet? Oh mijn god, ik denk als hij het binnenkort niet begeeft... Zou wel moeten, toch? Deze moet het binnenkort een keer begeven. Op een gegeven moment gaat die hele glasplaat los en ook aan de... Kijk dan. Oh. Ja, mooi achtergrond. Helemaal onder de krassen ook en barsten. Gaat het een keer hij gaat het een keer begeven en dan laat hij me barsten. Mm-hmm. Oké, party people. Ik hoop dat jullie van deze vlog genoten hebben. Lekker random dagje weer. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook. En ik hoop ook jullie morgen te gaan zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is, ik heb geen onderbroek aan. Later! Hey Shahid, doe deze eens tegen je lul aan. Heb je een penis?